Goedemorgen, lieve kijkers, van harte welkom op deze vrijdag 8 maart 2024. Ik ben Sherida met het nieuws voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname: Brandstofcrisis, ministers snelwegen op, politie te voet. In een waanzinnige wending van gebeurtenissen heeft het ministerie van Justitie en Politie in Suriname een nieuw record gevestigd: niet in misdaadbestrijding, maar in betalingsachterstanden. De benzinevoorziening voor overheidsvoertuigen is abrupt gestopt. Met als gevolg dat politieagenten nu lijken te concurreren in een marathon, terwijl ministers zich een weg banen over de snelwegen in hun glimmende limousines. Volgens Waterkant.net, die het hete nieuws als eerste bracht, zijn de dienstauto's van de politie, brandweer en andere noodhulpdiensten nu net zo nuttig als een fiets zonder wielen. Leverancier Roy Boethou Enterprises NV heeft genoeg gehad van het ministeriële circus van betalingsachterstanden en heeft besloten de benzinekranen dicht te draaien. Met de laatste betaling van het ministerie die teruggaat naar een tijdperk dat nu aanvoelt als het stenen tijdperk, lees, november vorig jaar, is het geen wonder dat onderhandelingen tussen het ministerie en de leverancier als een eindeloze draaimolen zijn. Rond en rond zonder enig resultaat. Ondertussen worden politieauto's in snelwegen omgezet in stoffige monumenten van bureaucratische wanorde, terwijl ministers in luxe wagens met chauffeur ongehinderd doorrijden. Het lijkt erop dat de regering de prioriteiten heeft gesteld. Laten we zeggen dat misdaadbestrijding iets naar de achtergrond is geschoven ten gunste van het verhogen van hun eigen salarissen. Met de politie die te voet patrouilleert en ministers die de snelwegen beheersen, vraagt het Surinaamse volk zich af: wie beschermt nu wie? Misschien moeten we ons gewoon aansluiten bij de ministers in hun snelle rit, want lopen naar het werk is plotseling een stuk minder aantrekkelijk geworden. Goedemorgen, lieve kijkers, ik ben Nathalie voor tv48. Vergeet niet te abonneren en onze nieuwsvideo's te delen met uw vrienden en familie. En liken is altijd lief. Verkeer: Het is opnieuw een triest voorval op de weg waarbij een bronfietser zwaar gewond is geraakt na een aanrijding met een auto. Dit herinnert ons aan het belang van veiligheid en verantwoordelijkheid op de weg. Het is van cruciaal belang om altijd alert te zijn en de verkeersregels te respecteren. Inhalen op de weg kan gevaarlijk zijn, vooral als het niet op de juiste manier wordt gedaan. Het is belangrijk om voldoende ruimte te laten en rekening te houden met andere weggebruikers. We wensen de bestuurder van de bromfiets een spoedig herstel toe en hopen dat dit voorval anderen herinnert aan het belang van veilig rijgedrag. Laten we samen werken aan een veiliger verkeersomgeving voor iedereen. Politieman aangehouden na drugsvondst bij brandloods Nikeri. Een politieman is recentelijk gearresteerd naar aanleiding van een verontrustende ontdekking bij een brandincident in een loods in Nikeri. Tijdens het blussen van de brand werd een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen in een kantoorruimte van de loods. In totaal werd er 2415,95 kilogram aan drugs in beslag genomen, verdeeld over verschillende verpakkingen. De politieman met de initialen B wordt verdacht van betrokkenheid bij het transport van de drugs. Hij verrichtte laswerkzaamheden in zijn vrije tijd en was recentelijk werkzaam geweest in de betreffende loods, wat de verdenking versterkt dat hij op de hoogte was van de illegale activiteiten. De eigenaar van de loods heeft verklaard het pand te hebben verhuurd aan een huurder die nu spoorloos verdwenen is. Dit werpt nog meer vragen op over de betrokkenheid van verschillende partijen bij deze duistere zaak. Het onderzoek naar deze zaak is nog gaande en verdere ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd door de autoriteiten. Het lijkt erop dat deze vakantieganger even dacht dat hij zich op de Nederlandse snelweg bevond, maar helaas belandde hij in een ander scenario. Een Nederlander, die geniet van zijn tijd in Suriname, besloot om met een gehuurde terreinwagen een avontuur aan te gaan, maar eindigde met een koprol aan de Rambaran-Mishreweg in Nikeri. Hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om dit voor elkaar te krijgen, blijft een raadsel. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gemeld, maar de gehuurde auto heeft een flinke deuk opgelopen. Laten we hopen dat de auto extra goed verzekerd was, anders kan dit nog flink oplopen qua kosten voor deze blokkenmaker. Het zou zonde zijn als zijn vakantiebudget wordt opgeslokt door reparatiekosten. Maar laten we vooral blij zijn dat er geen persoonlijke verwondingen zijn gemeld en dat iedereen veilig is. Hopelijk dient dit als een wijze les voor iedereen om altijd alert te blijven op de weg, zelfs tijdens vakanties in exotische orde. Dit is een herinnering aan het belang van verantwoordelijk rijgedrag, zelfs als je op vakantie bent. De weg kan overal verraderlijk zijn, dus laten we allemaal veilig blijven, waar ter wereld we ook zijn. Dag kijkers, ik ben Sabitri voor TV 48 Nieuws voor Suriname. Het houdt maar niet op. Vakantiegangster in Suriname op logeeradres overvallen. Een 26-jarige Nederlandse vrouw op vakantie bij familie werd samen met haar tantes 'nachts overvallen door vier criminelen. De daders namen sieraden en mobiele telefoons mee. Bedreigden hen met een vuurwapen en verdwenen te voet. De politie onderzoekt de zaak. Vandaag is het Vrouwendag. Op deze bijzondere dag, 8 maart, vieren we Internationale Vrouwendag, een wereldwijd eerbetoon aan de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen. Deze dag staat symbool voor de voortdurende strijd voor gendergelijkheid en biedt een gelegenheid om successen te vieren en bewustzijn te vergroten over de uitdagingen waarmee vrouwen nog steeds worden geconfronteerd. De geschiedenis van Internationale Vrouwendag gaat terug naar de vroege 20e eeuw, toen vrouwen over de hele wereld streden voor hun rechten, zoals stemrecht en arbeidsrechten. Sindsdien heeft deze dag zich ontwikkeld tot een wereldwijd fenomeen dat zich richt op empowerment en het doorbreken van genderbarrières. Vandaag vieren we de vooruitgang die vrouwen hebben geboekt op verschillende gebieden, van politiek tot bedrijfsleven en wetenschap. Vrouwen bekleden nu leiderschapsposities en inspireren toekomstige generaties. Maar ondanks deze vooruitgang worden vrouwen nog steeds geconfronteerd met uitdagingen zoals genderongelijkheid. Discriminatie en geweld. Internationale Vrouwendag herinnert ons eraan dat er meer werk aan de winkel is om een gelijke samenleving te bereiken. Het benadrukt de noodzaak om bewustzijn te vergroten en samen te werken aan het creëren van een wereld waarin vrouwen dezelfde kansen en rechten hebben als mannen. Onderwijs speelt een cruciale rol bij het bevorderen van gendergelijkheid. Het is belangrijk om meisjes aan te moedigen hun potentieel te bereiken. Stereotypen te doorbreken en te investeren in programma's die gelijke kansen bevorderen en gendergerelateerd geweld tegengaan. Laten we vandaag niet alleen vieren, maar ook reflecteren en ons inzetten voor een toekomst waarin alle vrouwen worden gewaardeerd, gerespecteerd en gelijk behandeld. Happy International Women's Day. Rookoverlast in Wageningen is voorlopig getemperd na intensieve inspanningen. Met Verenigde krachten werken het Korps Brandweer Suriname, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), het Nationaal Leger, het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en zelfs hulp van burgers, waaronder rijstboeren, hard om de situatie onder controle te brengen. De brand die de afgelopen weken voor aanzienlijke rookoverlast zorgde, is voorlopig onder controle. Dankzij aanhoudende inzet en samenwerking is de situatie verbeterd. Hoewel de brand mogelijk is ontstaan door droogte of onvoorzichtigheid, wordt een beroep gedaan op de gemeenschap om hieraan geen schuld te maken. De hoeveelheid rook is aanzienlijk verminderd, waardoor de scholen in de buurt weer bezocht kunnen worden. Het gebied blijft voorlopig onder toezicht. Dag kijkers, ik ben Claire voor TV48 Nieuws. Abonneer en like. Het bromfietscertificaat, een langdurige strijd voor verkeersveiligheid. Tijdens de recente behandeling van het wetsontwerp Instelling Verkeersautoriteit in de Nationale Assemblee, kwam de kwestie van het bromfietscertificaat opnieuw ter sprake. Het assembleelid Mohammad Mohab Ali herinnerde eraan dat de minister van Justitie en Politie in 2023 had aangekondigd dat bromfietscertificaten zouden worden ingevoerd. Echter, tot op heden is daar weinig van te merken, wat vragen oproept over de status van dit initiatief. Het lijkt erop dat zowel de assembleeleden als de verantwoordelijke minister last hebben van korte termijngeheugen, want sinds 2010 wordt het onderwerp bromfietscertificaten regelmatig besproken zonder veel concrete vooruitgang. Destijds, in februari 2010, meldde minister Chandri Kapersat Santokki al de noodzaak van certificering van bromfietsbestuurders, maar concrete acties bleven uit. In latere jaren, zoals in 2017 en 2018, werden opnieuw plannen gemaakt voor de invoering van het certificaat, maar telkens werden deze initiatieven niet effectief uitgevoerd. Nu, anno-maart 2024. Blijft het onduidelijk wat de status is van het bromfietscertificaat en hoeveel vooruitgang er daadwerkelijk is geboekt. Ondertussen blijven bromfietsers betrokken bij de meeste verkeersongevallen, waarbij velen de verkeersregels niet kennen en gevaarlijk gedrag vertonen op de weg. Het wordt hoog tijd dat er concrete stappen worden gezet om een goed georganiseerd systeem op te zetten voor het verstrekken van bromfietscertificaten na succesvolle toetsing. Helaas lijkt het momenteel een utopie om alle bromfietsers te laten slagen voor een bromfietsrijbewijs, maar het is essentieel voor de verkeersveiligheid om deze kwestie serieus aan te pakken. Goud: In 2023 daalde de totale goudproductie van Suriname tot 30.107 kilogram, wat een afname van 10% betekende ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door een afname van de productie bij Nieuwmond Suriname, NS, en de kleinschalige goudsector, KG. Ondanks deze daling in productie daalde de exportwaarde slechts met 2% dankzij een hogere goudprijs. Het exportvolume bedroeg 29.390 kilogram, wat een afname van 12% vertegenwoordigt ten opzichte van het voorgaande jaar. Echter de afdrachten van royalties aan de staat stegen tot 37 miljoen Amerikaanse dollar, vergeleken met 32 miljoen Amerikaanse dollar in 2022, vanwege een verhoogd royaltytarief van 5,5%. In het vierde kwartaal van 2023 steeg de internationale goudprijs met 15% tot gemiddeld 1982 Amerikaanse dollar per troy ounce. De totale goudproductie daalde in dit kwartaal met 10% tot 8646 kilogram. Deze daling werd voornamelijk gedreven door een afname van de productie in de totale goudsector, waaronder een daling van 13% bij Nieuwmond Suriname, 9% bij Zij in Roosevelt Cold Mines en 8% bij de kleinschalige goudsector. Hoewel het exportvolume in het vierde kwartaal met 13% daalde tot 8160 kg, steeg de exportwaarde met 2% tot 517 miljoen Amerikaanse dollar. Voornamelijk vanwege de kleinschalige goudsector, waar de hogere internationale goudprijs de exportwaarde deed toenemen. Voor 2024 wordt verwacht dat de goudprijs blijft stijgen, en analisten voorspellen een handelsbereik tussen 1880 Amerikaanse dollar en 2250 Amerikaanse dollar per troy ounce, vooral als gevolg van een mogelijke escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Wat betreft de verwachte goudproductie in 2024. Wordt voorspeld dat zij in Roosevelt Gold Mines ongeveer 10 ton goud zal produceren, een toename van bijna 20% ten opzichte van 2023, als gevolg van geplande uitbreidingen en verbeteringen in de verwerkingsinstallaties. De huurprijzen voor kamers op de studentencampus van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn verhoogd, wat voor onrust heeft gezorgd. Een groep studentenvertegenwoordigers is actief bezig om de situatie onder controle te houden en zoekt oplossingen voor eventuele problemen, zoals huurachterstanden. Ondertussen blijft er onduidelijkheid bestaan over de studiefinanciering. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft aangegeven dat er binnen twee maanden duidelijkheid zal komen over de financiële ondersteuning voor studenten. De samenleving reageert positief op de oproep om minder daadkrachtige studenten financieel te ondersteunen. Het rechtssysteem in Suriname wordt opnieuw geconfronteerd met vertragingen en complicaties, ditmaal door de afwezigheid van rechter Maureen Dealla in twee belangrijke strafzaken. De zaak tegen Joël Bordeaux, Martinez en medeverdachten moest worden uitgesteld omdat een geplande getuige niet kon worden verhoord. Hetzelfde gold voor de zaak over de vermeende mishandeling van arrestanten in het cellenhuis van politiepost Geiersvliet. Deze vertragingen hebben niet alleen gevolgen voor de betrokken verdachten, maar ook voor de zoektocht naar gerechtigheid voor slachtoffers van mogelijke misdaden. In de zaak tegen Martinez en anderen, die betrokken zijn bij een vermeende megafraude op het ministerie van Financiën en Planning, blijven de verdachten wachten op hun proces, terwijl het recht op een eerlijk proces wordt uitgesteld. In de mishandelingszaak van arrestanten staat de gerechtigheid voor slachtoffers van politie en beveiligingsdiensten op het spel. De vertraging in deze zaak verlengt niet alleen de periode van onzekerheid voor de slachtoffers. Maar werpt ook vragen op over de integriteit en het vermogen van het rechtssysteem om adequaat op te treden tegen misstanden. Het is van cruciaal belang dat het Surinaamse gerechtigheidssysteem deze vertragingen aanpakt en ervoor zorgt dat rechtszoekenden toegang hebben tot een eerlijk en tijdig proces. Dit omvat het waarborgen van de aanwezigheid van rechters en het efficiënt afhandelen van juridische procedures, zodat gerechtigheid niet langer wordt uitgesteld voor degenen die er recht op hebben. De recente aankoop van Hotel Babylon door de regering van Suriname voor een bedrag van 3,2 miljoen euro heeft de samenleving doen opschrikken en vragen doen reizen over de wijsheid van deze beslissing. Waarom zou de overheid niet investeren in de bouw van een nieuw, modern gebouw voor dit bedrag? Met 3,2 miljoen euro zou er in Suriname veel gerealiseerd kunnen worden, vooral omdat de bouwkosten er doorgaans lager liggen dan in landen als Nederland. Stel je voor wat er mogelijk zou zijn met dit bedrag: een state-of-the-art onderwijsinstelling die studenten uit alle lagen van de samenleving verwelkomt en hen voorziet van de middelen die ze nodig hebben om te slagen. Of een modern ziekenhuis dat hoogwaardige zorg biedt aan de Surinaamse bevolking, waardoor de gezondheidszorg aanzienlijk verbetert. Bovendien zou de bouw van een nieuw, multifunctioneel complex niet alleen een investering zijn in de toekomst van Suriname. Maar ook een boost kunnen geven aan de lokale economie door het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van de bouwsector. Het zou een tastbaar bewijs zijn van de inzet van de overheid voor de ontwikkeling van het land en het welzijn van haar burgers. Het feit dat de regering ervoor heeft gekozen om een bestaand hotel te kopen roept vragen op over de prioriteiten en de strategieën van de overheid. Waarom investeren in een hotel dat mogelijk niet direct ten goede komt aan de Surinaamse bevolking? In plaats van te investeren in essentiële infrastructuur of openbare voorzieningen. Deze vragen verdienen serieuze overweging en transparante communicatie vanuit de overheid om het vertrouwen van de samenleving te behouden. Man ziet gestolen bromfiets bij carwash in Latour, politie arresteert verdachte. De 33-jarige RD werd op dinsdag 5 maart door agenten van politiebureau Latour aangehouden nadat aangever A.J. zijn gestolen bronfiets bij de verdachte herkende. In juni 2023 was de zwarte bronfiets van het merk Filon uit de garage van de aangever gestolen. Na het zien van zijn bronfiets bij een carwash in Latour schakelde de aangever de politie in. RD verklaarde dat hij de bronfiets via Facebook had gekocht voor SRD 8000. Na verhoor werd RD heengezonden en werd de bronfiets aan de eigenaar teruggegeven. Het onderzoek naar de verkoper wordt voortgezet door de politie van Livorno. Het tragische overlijden van een 35-jarige vrouw op een wellnesskliniek aan de Belladonnastraat in Suriname heeft de gemeenschap diep geschokt. Deze kliniek, die gespecialiseerd is in wellness en hersteltherapieën, Bood onder andere IV-therapieën en vitamine-injecties aan, bedoeld om het welzijn te bevorderen. De vrouw, van buitenlandse afkomst, onderging een vierbehandeling in de hoop op een energieboost. Helaas, kort na de behandeling, voelde ze zich onwel en kwam ze tragisch te overlijden. Dit hartverscheurende incident werpt een schaduw over de wellness-industrie en roept vele vragen op. Hoe kon een behandeling die bedoeld was om energie te geven zo'n verwoestend resultaat hebben? Wat zijn de protocollen en veiligheidsmaatregelen in dergelijke klinieken? Is er voldoende toezicht en regulering op dit soort procedures? De autoriteiten hebben het lichaam van de vrouw ter abductie in beslag genomen, in een poging de oorzaak van haar plotselinge overlijden te achterhalen. Maar zelfs als we antwoorden krijgen, zal het verdriet om het verlies van een geliefde niet verminderen. Dit tragische voorval herinnert ons eraan dat, zelfs in de zoektocht naar welzijn en genezing, voorzichtigheid geboden is. Het is een pijnlijke herinnering aan de kwetsbaarheid van het leven en de noodzaak om altijd de hoogste normen van zorg en veiligheid te handhaven, vooral in instellingen die beloven ons welzijn te bevorderen. Suriname neemt krachtig initiatief tegen klimaatverandering door gesprekken met het Green Climate Fund voor financiële steun. Met droogte en lage waterpeilen als urgente uitdagingen zoekt het land naar oplossingen. Zoals het gebruik van hydro- en zonne-energie. Deze strategieën kunnen helpen bij het verminderen van broeikasgasemissies en het bevorderen van schone energiebronnen. Door samen te werken met internationale partners, zoals het GCF, zet Suriname zich in voor een duurzame en veerkrachtige toekomst voor zijn natuurlijke omgeving en de gemeenschap. Tot slot de weerberichten. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger in Paramaribo, met kans op een regenbui in de ochtend en middag. De temperatuur stijgt tot 31 graden Celsius met een matige wind. Vannacht helder met een minimumtemperatuur van 23 graden Celsius. De komende dagen blijft het zo goed als droog, met opklaringen en temperaturen rond de 32 graden Celsius overdag en 23 graden Celsius nachts. De wind waait uit het noordoosten. Bedankt voor het kijken naar TV48. Abonneer, like en deel onze nieuwsvideo's. Tot morgen. Tangboem